Limburgse bedrijven besteden veel tijd en geld aan het goede doel. Ook Grete Remen van Damhert wil haar sociale kant laten zien. Wij verschaffen welzijn, welvaart als bedrijf, tewerkstelling. Maar Damhert wil ook een stapje verder gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld 3 mensen van het werken bij ons, 1 dag per week die komen werken. We hebben een aantal stageleerlingen van een buzelschool, de VIBO, Sint Barbara en Beringen, mensen die bij ons werken, om hen ook later bij ons een vaste tewerkstelling aan te bieden. Met het dierenwelzijnsproject Fake Fur zet Damhert haar eerste stappen in de modewereld. Wij wilden een mooie kledinglijn op touw zetten, dus op basis van biologische katoen. Dus biologische katoen, omdat dit ook nog past binnen de filosofie van Damhert, respect voor mens, dier en milieu. Want biokatoen is veel minder arbeidsintensief, verbruikt bijvoorbeeld veel minder water, dus past perfect binnen het kader van Damhert. De collectie ligt al in 70 winkels en is ten voordele van greyhounds in nood. Het zijn windhonden die ook mishandeld zijn in Spanje. Die organisatie brengt die beesten over naar België, verzorgt die dieren en biedt ze dan aan ter adoptie. Het is echt een heel schrijnend verhaal wat die dieren daar meemaken. En daarom hebben we ook gekozen voor de t-shirts met mooie ludieke prints van de honden, om het een klein beetje luchtiger te maken. Deze zomer komt er een tweede collectie rond verwaarloosde paarden. Volgende week start in Limburg at Work een nieuwe reeks over innovatiehelden. Grete was afgelopen jaar een van de geportretteerde zakenvrouwen. Het is misschien een oeroud cliché, maar je moet vooruit. En daarbij hoort ook innovatie, innoveren, differentiëren. En daarbij, we waren bij Damhert op een punt gekomen in de geschiedenis van Damhert dat we iets moesten doen. Wij waren altijd de pionier op de markt van dieetvoeding. En het werd zelfs zo erg dat onze producten telkens gekopieerd werden. Dus we hadden een suikervervanger, Maltitol. En die werd telkens maar gebruikt door andere bedrijven en andere merken. Dus wij waren niet meer uniek op de markt. Wij moesten onze positie verdedigen. En zo kwam Damhert met Tagatesse op de proppen. Dit is een unieke suikervervanger. Die smaakt als suiker, die ziet eruit als suiker. Die heeft heel weinig calorieën en heeft bijna geen invloed op je suikerspiegel. Dus is geschikt voor diabetes, maar ook voor mensen die problemen hebben met overgewicht of met obesitas. Dus omdat het is een lekker product. Het kan gebruikt worden in allerlei voedingsmiddelen, omdat het ook hittebestendig is. Elk innovatieproject heeft zo zijn moeilijkheden. Het is me vallen en opstaan, zeker weten. Maar dat is het leven van een bedrijf, denk ik ook wel. Maar iedereen praat over innoveren. Maar het is denken, het is durven, het is out-of-the-box denken, andere wegen bewandelen, maar het is ook doen. En dat doen, dat vergt natuurlijk ook heel veel energie, heel veel tijd, heel veel investeringen. Met de overname in volle crisis van een fabriek in Italië heeft Damhert de stap naar internationalisatie definitief gezet. Crisis bekijken wij als een opportuniteit. Dus van ziet, je moet bepaalde dingen anders aannemen, aanpakken en anders gaan doen. Dus crisis is voor ons niet echt het probleem. Natuurlijk wel naar het financiële toe. Het is voor een KMO dan ook moeilijker om je investeringen te kunnen blijven financieren. Ook in Italië, het is ook een land nog in volle crisis, nog veel meer dan hier in België. Grete en haar team zijn dus niet bij de pakken blijven zitten en broeden al volop op nieuwe plannen. We denken onder andere bijvoorbeeld aan vetverlagers binnen onze voeding, omdat we weten suikervrije voeding is zeer belangrijk. Maar het vetgehalte in veel producten ligt ook nog te hoog. En daar hebben wij een heel innovatief project, staat op til. Dat het heel belangrijk is ook van vetgehalte is belangrijk, suikergehalte, maar de mensen moeten het ook nog lekker vinden. En dat is belangrijk. Wij zijn Bourgondiërs, we willen ook lekker eten, maar ook gezond eten. En Damhert probeert die beide goed te combineren.